Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er liggen nog wat wolken boven Nederland, maar dat stelt niet veel voor. Onder die wolken komt overigens wel hier en daar nog mist voor en zal de komende uren langzaam verdwijnen. In de ochtend dus plaatselijk nog wat nevel of mist, daarna geleidelijk aan steeds meer zon, vooral in het zuiden. Maar vanmiddag breekt ook in het noorden de zon vaker door. Dan halen we uiteindelijk middagtemperaturen tussen de 14 en 16 graden en dat is zacht voor de tijd van het jaar. Er staat weinig wind, hoofdzakelijk uit een zuidelijke richting. Ook vanavond verandert er heel weinig in het weerbeeld. Het blijft tamelijk helder op veel plaatsen en de temperatuur daalt te vrij vlot tot een graad of 7. Vannacht kan er hier en daar wel weer nevel en mist ontstaan, vooral in het zuiden. Dan gaan we naar morgen en dan beginnen we de dag nog droog met van tijd tot tijd wat zon. In de loop van de middag trekt er af en toe wat lichte regen over en zien we dus ook duidelijk meer wolken. Voor de regenuit worden 13 tot 15 graden, daarna gaat de temperatuur omlaag. Woensdag, donderdag en vrijdag hebben we dan licht wisselvallig weer met soms wat lichte neerslag, maar ook af en toe zon. Temperaturen pakken lager uit. Uiteindelijk aan het eind van de week is het ongeveer 10 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.